En het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft vandaag landbouwmateriaal overhandigd aan boeren en ondernemingen. Minister Prahlad Seodin zei bij die gelegenheid dat LVV constant zoekt naar mogelijkheden om de landbouwsector te verbeteren. In dat kader is hij samen met de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, FAO en SAMAP bezig de mogelijkheden te bekijken voor een waarborgfonds. Het landbouwmateriaal is de eerste partij van de Matching Grant Facility. Dit waarborgfonds moet volgens de bewindsman leningen kunnen verstrekken aan boeren, omdat het Nationaal Ontwikkelingsfonds Agribusiness, NOVA, de vraag niet alleen zal aankunnen. Een waarborgfonds betekent dat die banken in hun gelden zullen gaan om goedkoop leningen te verstrekken aan u allen, omdat ze dan daardoor gebekt zijn door een waarborgfonds. Mocht iemand niet kunnen betalen, dat doet het fonds dan in de inspeelt erop. We hopen dat we daarvoor die fonds niet hoeven te belasten. Maar het kan gebeuren dat iemand een keer pech heeft, onder water loopt of iets anders gebeurt. Dat wij toch nog die boeren kunnen helpen. We zijn zelfs zover nu dat wij werken aan een crop insurance, zoals we dat noemen. Mocht er iets gebeuren met die oogst, dat dan zo'n fonds inkomt. De bewindsman gaf ook aan dat deze veranderingen de boeren moeten stimuleren om lid te zijn van een waterschap. Daardoor zullen zij ook een premie moeten betalen, zodat in geval van nood de waarborgfonds kan inkomen. Zo'n fonds moet er zijn ter ondersteuning van u, maar er gaan ook harde eisen daar gesteld worden. U gaat niet meer moeten klagen van ik ben onder water gelopen. Nee, u gaat lid moeten zijn van een waterschap. Want je, dus, zo moet u zien dat wij een aantal veiligheden inbouwen, waardoor zo'n fonds niet zo groot hoeft te zijn, maar in het geval van een echte calamiteit, dat u wel geholpen bent. Zo zijn er allerlei andere zaken, waterhuishouding, noem maar op, waar we werken, om die te optimaliseren. Kompgemalen, vernieuwen, nieuwe installeren, allemaal zaken op het budget van het ministerie zelf. De overhandiging van landbouwmateriaal aan boeren en ondernemingen is onderdeel van de verbeteringen die het ministerie teweeg wil brengen. Dit project is tevens onderdeel van het SAMAP-programma. Diverse landbouwondernemingen zijn vandaag in aanmerking gekomen voor nieuw apparatuur. Enkele hiervan zijn de landbouworganisaties uit Sipaliwini, Wanica, Saramaka en Marowijne. Hiervoor moesten zij een verzoek indienen welke aan bepaalde voorwaarden moesten voldoen.